Het onderhoud van de ABCAT is heel eenvoudig. Om te beginnen heeft de handgreep aan één kant een kuiltje en aan de andere kant geen kuiltje. En daarmee kunnen de uitnamestand en de bypassstand uit elkaar worden gehouden. Wanneer de kachel, ABCAT en schoorsteen koud zijn, kan de handgreep zo worden gedraaid naar de uitnamestand dat de ABCAT vrij springt. Dan kan die rustig uit de buis worden geschoven en vervolgens onder de kraan worden uitgespoeld, even uitslaan en dan kan die weer terug in de buis. Let er bij het terugzetten van de ABCAT op dat het pennetje achter op de module dezelfde kant op wijst als het gaatje achter in de buis. Vervolgens zet u het luikje recht ten opzichte van de handgreep en de module en u schuift de module rustig in de buis. U let er daarbij op dat de lippen aan de binnenkant van het luikje netjes in de opening vallen. U zoekt zonder kracht te zetten het gat achter in de buis en als dat gevonden is, rustig drukken, draaien en de ABCAT zit vergrendeld. Controleer altijd de vergrendeling van de ABCAT aan de achterzijde van de buis. Is het pennetje aan de buitenkant van de buis zichtbaar, dan zit de ABCAT goed vergrendeld. De ABCAT is nu gereinigd en weer klaar voor gebruik.